In dit laatste view item van 2013 blikken we terug op het afgelopen jaar en werpen we vast een blik op 2014 met Marco, Marcel, Dion, Mink, Patrick, Kitty, Daan en mijzelf in het hartje van Utrecht voor deze prachtige kerstboom. Kitty en Mink, jullie hebben allebei dit jaar een nieuwe functie gekregen. Jij als nieuwe hoofdredacteur, bevalt het? Ja, absoluut. Bevalt zeker. Het is hard werk. Het is ook af en toe frustrerend werk, want we hebben wat dat betreft een hele gezellige crew. Maar het beloont zich allemaal door het feit dat de gezelligheid en de sfeer. En ja, als je ziet dat op de frontpage, als die dan helemaal vol staat, weet je, dat geeft gewoon een goed gevoel. En ja, dat hoort ook zo. Patrick, jij bent een van de nieuwkomers van N1. Naast Bas en Erik, die hier helaas niet bij konden zijn. Hoe bevalt het je? Ja, goed. Ik twijfelde in eerste instantie heel erg of ik überhaupt zou solliciteren. En uiteindelijk toch doorgezet en ook aangenomen. En het bevalt me eigenlijk heel erg goed. Ons video-item wordt al meer dan een jaar verzorgd door ons komische duo Benjamin en Dion. Benjamin, wat vond jij nou het leukste item om te maken? Het afgelopen jaar, het leukste item, dat vond ik eigenlijk toch wel de items op de E3. Dat waren voor mij wel het hoogtepunt van dit jaar. Het was natuurlijk erg chaotisch wel op zo'n beurs. Je weet eigenlijk niet wat je overkomt, zeker niet zo'n eerste keer. Maar het is wel, ja, ik vond dat het goed gelukt is. Het is goed gereageerd. Ik ben er blij mee, ik ben er trots op. Jij bent ook sinds april de nieuwe eindredactrice. Hoe vind je dat? Ja, ik vind het echt hartstikke leuk om te doen. Je krijgt eigenlijk alles ook wel ongeveer als eerste te zien. In het begin was het best wel lastig, vond ik. Omdat je toch wel moest wennen en goed moest lezen. En ik vergat een hele hoop. Maar ondertussen gaat het toch best wel netjes. En wat is nou de meest gemaakte fout die je tegenkomt in onze recensies? De meest gemaakte, dat is toch nog steeds DT-fouten? Ja, helaas. Maar ja. En wat vind je nou de grappigste verschrijving, zeg maar, die je tegengekomen bent? Nou, wat ik een paar keer tegengekomen in een artikel van Daan, is dat hij schrijft dat een game loopt als boter. Loopt als boter, dat is wel, dat is heel origineel. Ja, dat is, origineel is het wel, maar... Ja. Maar goed niet. Nee, dat niet. Maar wel heel leuk. Ja. Wat is voor jou nou je favoriete e-shop game voor de 3DS e-shop van het afgelopen jaar? Er zijn een paar, maar ik denk dat mijn favoriet is dan Steamboat Dick. Die came out in augustus. Niemand zat te wachten op die titel. Maar toen ik het eenmaal ging spelen, was het een hele grote verbazing. En daar zat ik eigenlijk op te wachten met de e-shop. Zeg maar, games die mij verbazen. Nog zo'n game die mij erg verbaasde was Attack of the Friday Monsters. Dat was een level 5 game. En die is heel erg gefocust op, zeg maar, de Japanse cultuur en, zeg maar, het Japan van de jaren 70. En dan loop je rond als een 10 jaar oude jongen. En dan leef je verhalen over zeg maar, monsters en over Japanse anime en dat soort dingen allemaal. Het is een heel bizarre titel, maar één die ook heel erg mooi eruit ziet, ook vast bij dat systeem. En dat is een beetje waar ik op hoop, zeg maar, voor 2014, meer games zoals die. En jij, Dion, wat vind jij nou het leukste item om te maken? Nou, kijk, om te maken, kijk, je hebt natuurlijk een favoriet leuk item, maar echt om te maken was inderdaad ook wel de E3. Die vond ik erg leuk om te maken, gewoon omdat je 4 dagen lang echt non-stop bezig geweest. Ik denk ik totaal maar 2 uur slaap heb gehad, omdat ik ook nog de mooie eer had om te editen. Dat is niet fijn dat als je zo weinig slaap hebt. Dus op een gegeven moment, ik weet ook niet met bepaalde items hoe ik in godsnaam het nog zover heb kunnen laten komen dat het goed is, zeg maar, of goed is geweest. Want dat is wel grappig, in de E3 items heb je wel een paar keer een foutje dat je in één keer dat er iets helemaal verkeerd in kader is van gameplay materiaal en gewoon slaap. En mijn favoriete item, zeg maar, die we van allemaal hebben geschoten om te kijken, dat vond ik nog, vind ik nog steeds het Luigi's Mansion pers event item. Die vond ik gewoon erg leuk in elkaar zitten en ook technisch zat ik gewoon goed in elkaar. Dus die vond ik, zeg maar, om naar te kijken het leukste en om te maken was het echt de E3. Qua games, wat is nou jouw hoogtepunt van het afgelopen jaar? Nou, dat is een moeilijke, want ik ben inderdaad ook niet echt te spreken over de hele line-up van het hele jaar. Het leukste vind ik toch wel Pokémon X. Ja, hij is bijna hetzelfde, maar ik heb X gekocht. Ja. Die vind ik wel het leukste, daar ben ik meestal mee bezig geweest ook. Ja. Dus. En je hebt ook Layton gespeeld dit jaar, hè? Ja. Dus de laatste Layton? Ja, de laatste uit een trilogie. Ik neem aan dat er nog wel wat meer delen gaan komen. Nou, ongetwijfeld. Ja, dit sloot wel het verhaal af, dus ja. Dat is dan wel spannend. Was het een waardig afscheid voor jou? Ja, ik vond het een mooi deel, dus ja. Wii U eShop is nu dit jaar echt van op stoom gekomen. Ja. Er zijn ook weer een paar. Natuurlijk was er One or Two, Bits of One or Two.
Die vond ik heel goed. Maar zeg maar, de meeste games die zeg maar, op de Wii U eShop zijn aangekomen, hebben de gamepad eigenlijk niet zo heel erg sterk veel gebruikt. En ik denk dan de enige titel die dan echt naar mijn hoofd naar voren komt die dat wel heeft gedaan, is Spin the Bottle. Dat was een party game die je alleen maar op de gamepad speelde en dan moet je minigames met de Remote Plus en de gamepad spelen. Dat was een hele goede party game, we komen ook steeds meer spellen vooruit, ze zijn gratis DLC, dus de developers zijn er nog steeds mee bezig. De volgende update zijn camera minigames, dus dan gebruik je de camera van de Wii U gamepad, dat klinkt bijzonder leuk. Dat klinkt origineel. Ja. En ze zijn nog van plan met meer dingen te doen in 2014. Dus dat is eigenlijk de meest belangrijke ontwikkeling voor de Nintendo eShop. Maar voornamelijk zijn het dingen zoals DuckTales en dat soort allemaal. Ze gebruiken Active Replay en dat is prima. Dat is nog steeds een belangrijke feature van de Wii U. Net als Miiverse en dat soort dingen allemaal. Maar het mag voor mij wel nog een beetje sterker en nog een beetje dikker erbovenop. Ja, het mag iets spannender. Marcel, Marco, in 2013 ging er toch behoorlijk wel wat mis voor Nintendo. Wat is nou het slechtste wat ze dit jaar gedaan hebben? Het allerslechtste? Dat ze 8 maanden lang geen games voor de Wii U hebben uitgebracht. Ze hadden launch games, Nintendo Land, Mario U en toen gewoon 8 maanden niks en toen kwam Pikmin 3. En ja, in 8 maanden moet je gewoon meer titels releasen, klaar. Minimaal 1 per maand is in mijn opzicht altijd een goed aantal, want ja, dan iedere maand een nieuwe game. Blijft iedereen lekker bezig, vooral na de launch is het belangrijk dat je als je een console uitbrengt, dat mensen actief blijven op die console, dat die community, dat Miiverse groeit. En ja, er gebeurde gewoon helemaal niks. Dat is gewoon, je hebt Mario uitgespeeld. Nou, doei, veel plezier. Wacht maar 8 maanden en we zien wel weer. Ja, dat kan gewoon niet. Dat kan je niet maken als game-uitgever. Echt niet. Ja, en ook third-party support was ook niet redelijk sterk. Dus ja, dat in combinatie met Nintendo die gewoon 8 maanden lang geen games hebben uitgebracht. Ja, dat kan gewoon niet. Dat is gewoon, je Wii U staat gewoon stof te verzamelen. Denk jij dat de problemen dieper zitten? In Nintendo zelf, als organisatie? Als organisatie, ja, ik denk het wel. Want je merkt dat die developers op de afgelopen E3, dat zeiden heel veel Amerikaanse media, zeiden ja, een heel raar idee. Dat Nintendo producers naar ons toe komen van, hey, zeg iets goeds over onze games. Want die merken gewoon, van de marketing faalt gewoon. En de software planners falen ook. Dus die spellen moeten alles omhoog halen. En ja, als die spellen er ook niet zijn, dan kun je ook niks meer verkopen. En ja, als je kijkt naar de line-up van volgend jaar alweer, dat je ziet van ja, Mario Kart hadden we dit jaar eigenlijk wel verwacht. Donkey Kong was alweer uitgesteld. Dus er is ook niet echt een zekerheid dat ze het echt beter gaan doen binnenkort. En dat is denk ik het grootste probleem waar ze mee zitten. En dan hebben ze eindelijk een beetje, deze kerstperiode verkopen ze aardig wat Wii U's. Denk je van, het gaat wat beter. Knalt het online netwerk eruit. Nou ja, dan is het gewoon, weet je, dan ben je gewoon niet voorbereid. Op deze tijd, op deze nieuwe technologie. En ja, dat is gewoon funest voor het bedrijf eigenlijk. Het item wat het minst goed gelukt is, is naar mijn mening toch wel het Gamescom item. Waarom was dat? Ik weet het was ten eerste omdat het ook allemaal wat daar was, voor ons natuurlijk oud spul was. Ja, eerlijk. Het waren allemaal demo's die we allemaal gespeeld hadden. Dus er viel ook niet zo heel veel te halen qua nieuwe informatie. En dat is natuurlijk altijd jammer. En ondanks dat het nog alleen de dag voor de pers was, vond ik het ook belachelijk druk. In mijn ogen drukker dan de E3 zelfs. Dus dat zijn allemaal wel aspecten waardoor ik dat het minste item vind van allemaal. En voor jou, Mink, qua hoogtepunten, qua games van het afgelopen jaar? Super Mario 3D World vond ik wel echt. Blijft gewoon een toppetje, is gewoon heel leuk om te doen. En er zit genoeg content in om je eigen echt uren mee bezig te houden als je alles wil hebben. En ja, het blijft absoluut toppen. Ja, ik weet niet. Ik had eigenlijk van Mario, of Mario Land had ik wat meer verwacht. Mario World. Sorry. Daar had ik wat meer van verwacht. Het is gewoon, eigenlijk meer hoopte ik op een soort Galaxy game, maar ja, dat liet Nintendo een beetje zitten. En ja, gewoon het uitstellen van games. Pikmin had er veel eerder moeten zijn. Mario Kart had eigenlijk gewoon dit jaar uit moeten komen. Eventueel een nieuwe Zelda game, want Wind Waker HD was leuk, maar het was echt zo'n tussendoortje. Het was even snel doorgevoerd om de fans eigenlijk tevreden te houden. Een zoethoudertje. Ja, precies. En ja, eigenlijk had ik gewoon al wat van de nieuwe Zelda willen zien. En daarnaast eigenlijk gewoon wat franchises die ze, zoals Metroid of F-Zero, die hadden eigenlijk ook gewoon aangekondigd moeten zijn. Daar zitten eigenlijk fans op te wachten. En ja, dat valt gewoon nu heel erg tegen.
Ja, qua Nintendo games, ja, ik ben echt een 3DS gamer. Dus ja, ik heb echt een topjaar gehad. Schitterende RPG's op uitgekomen. Ik noem een Shin Megami Tensei, Devil Survivor Overclocked. Ik noem een Etrian Odyssey 4. Ja, en Bravely Default natuurlijk. Dat was wel echt het hoogtepunt van het jaar. Ik vind die game nog steeds helemaal geweldig. Dus dat kijk nou al uit naar Bravely Second. Komt u volgend jaar, denk je? Ik denk nog niet naar Europa, maar het is wel de planning dat hij volgend jaar in ieder geval uit gaat komen. Of ze dat gaan halen met de 30% die ze genoemd hebben dat ze er klaar mee zijn, dat is heel eventjes de vraag. Als ze er net zoveel content in willen stoppen als in deze, dan gaat ze dat zeker niet lukken. En wat betreft 3DS, dat ging wel iets beter. Ja, 3DS was een heel goed jaar. Ik vond Zelda zelf heel vet, vond ik echt een hele goede game. En ja, in het begin van het jaar Fire Emblem. Maar daartussen had ik weer zoiets van, ja, heel veel Mario. En dan denk je van, ja, ga ik nou weer Mario Luigi spelen? Ga ik nou weer Mario vs. Donkey Kong spelen? Ik weet het niet. Ik denk dat mensen ook wel meer, ja, wat hij zegt, F-Zero, Star Fox, Metroid, die titels, dat die er ook echt meer moeten komen gewoon. Want ja, anders dan heb je een 3DS en dan heb je 20 Mario games. Dan heb je zoiets van, ja, ik wil ook wat anders spelen dan alleen Mario. En dan verlies je ook een best wel grote fanbase, denk ik. En wat ze ook een beetje vergeten is dat er brengen ze een game uit, Pokémon, een hele grote game. Alleen ja, niet iedereen vindt Pokémon leuk. Dus als je Pokémon niet leuk vindt op dat moment, dan heb je dus weer 3 maanden niks om te spelen. En dat is gewoon bij de 3DS iets minder probleem, want je hebt third parties die vangen het best wel op met een paar titels. Best wel wat goede uitgekomen ook volgens mij dit jaar was dat, even denken hoor, dat was een echt goede third party. En die Castlevania game was ook best wel aardig, die was goed gelukt. Een beetje uitgesteld, maar dan was die echt wel beter van geworden. En ja, zo zijn er meer third-party titels. Bravely Default van Square Enix natuurlijk. Ja. Nintendo geeft het uit, maar is gewoon een Square Enix game. Nou ja, dat is gewoon echt een topper. En dan zie je dat third-parties echt wel iets kunnen doen met die hardware. Ja, als ze maar willen en als Nintendo ze maar genoeg aanspoort om er wat mee te gaan doen. Wat was voor jou nou de grootste teleurstelling van het afgelopen jaar? Nou ja, de grootste teleurstelling dat was dat ik de eindbaas van Sonic Lost World niet kon halen en dat Dion dat voor mij heeft moeten doen. Dus dat was wel echt de grootste teleurstelling voor mij. Dat is meer de grootste afgang voor jou. Ja, oké. Daar komt het wel op neer. Maar ja, dat is best teleurstellend van mezelf, ja, dat ik daar Dion voor nodig heb gehad. Ja, dat is ode aan Dion bij deze. Over 2014 gesproken, wat verwacht je daarvan voor de e-shop? Natuurlijk hebben we als eerste titel Dr. Luigi. Zeg maar het spirituele vervolg van Dr. Mario. Maar dit keer met Luigi. Online play, dat soort dingen allemaal. Komt nog op het einde van het jaar, komt dat nog in Amerika. Op de laatste dag van het jaar. Wij moeten nog even wachten tot de 15e januari. En dan kunnen wij nog spelen. En ik heb vooral zin om Jumpers te spelen zoals zij wachten op de gamepad. Dus dat is eigenlijk waarom we hem gaan halen. En online play natuurlijk. Maar er komen ook heel veel derde partijen games uit. Van third parties die gewoon niet dit jaar nog zijn uitgekomen. Treasure Nuts van Jules Watson was uitgesteld. Shovel Knight moet nog komen. Ik heb de Kickstarter gesupport, dus ik wacht nog eigenlijk op mijn downloadcodes. Super Yubi Land. En daar was nog Eternal Blade. Daar was nog een demo recentelijk voor uitgekomen op de e-shop, maar die is nu ook vertraagd. Ja, die is uitgesteld. Zou in januari uitkomen? Komt nu ergens? Eerst kwam die begin december, toen januari, nu ergens februari, maart. Dus al die titels is nog een beetje op wachten. En dat zijn eigenlijk de titels waar ik het meeste naar uitkijk, omdat die ook nog best gebruik maken van de 3DS opties en van de Wii U opties. Maar daar moeten we nog een beetje op wachten en zien hoe alles een beetje uitpakt. Ik kijk heel erg uit naar Mario Kart 8. Lijkt me een enorm leuke game. Ik heb hem al een paar keer gespeeld uiteraard. Nog niet tegen jou. Nee, je bent de ongeslagen kampioen van M1, dus ik ben eigenlijk wel benieuwd of dat ik je kan verslaan. Maar het lijkt me enorm leuk. Super Smash Bros ook, dus daar kijk ik ook naar uit. Voor de 3DS of Wii U, allebei? Wii U, het is toch meer een console game vind ik. Maar ja, het kan zomaar zijn dat de 3DS versie me ook omkoopt en dat ik zoiets heb van oké, ja, die moet ik ook echt hebben. Voor 2014, denk je dat dat dan wel wat beter gaat worden? Op Wii U gebied wel. Het probleem is alleen bij de 3DS dat zodra Nintendo switcht naar de Wii U, gaan ze de 3DS weer achterlaten natuurlijk. En ik weet niet of er na wat er nu aangekondigd is, Yoshi's New Island, Smash Brothers, of er nog veel meer aangekondigd wordt. Want ze hebben nu iets van 20 titels aangekondigd, van Yarn Yoshi tot X voor de Wii U, tot Bayonetta 2 waar mensen lang op wachten, Mario Kart, Smash Brothers.
wat je daar nog bij kan doen, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Misschien, ik hoop, eind van het jaar Zelda. Maar buiten dat heeft Nintendo niet nog 30 teams die nu 30 games uit kunnen persen in heel korte tijd. Dus ja, ik weet, het wordt een spannend jaar 2014, dat zeker voor Nintendo. Dat gaat echt erop of eronder worden. Waar hoop jij nou op in 2014? Ja, sowieso de nieuwe Zelda game. Daar moeten ze gewoon aankomend jaar mee aankomen. Smash Brothers, daar heb ik wel hoge verwachtingen van. En ja, verder hoop ik gewoon echt dat ze met wat nieuwe aankondigingen komen. Ondanks dat ze al een hele grote lijst met, zoals Marcel net al zei, games hebben die komend jaar moeten uitkomen. Maar ik hoop toch echt Metroid en F-Zero of een nieuwe 1080 snowboard game. Dat was ook altijd wel heel vet. Gewoon een beetje dat soort wat hardcore titels eigenlijk. Gewoon waar fans op zitten wachten. Ja. Komt er wat aan, denk je, voor het RPG betreft in 2014? Ja, ik hoop eigenlijk dat wat titels die al in Amerika zijn uitgekomen, dat die ook hier naartoe komen. Etrian Odyssey Untold, The Millennium Girl bijvoorbeeld, Shin Megami Tensei 4. En ik hoop ook, want ik heb volgens mij laatst iets gelezen, dat Shin Megami Tensei Devil Survivor 2 Breakcode ook gelokaliseerd ging worden voor Amerika. Dus ik hoop dat die ook naar Europa komt. En wat betreft Wii U? Ja, ik kijk zelf het meeste uit naar Donkey Kong Tropical Freeze. Donkey Kong Country Tropical Freeze. Waarom? Ja, ik ben gewoon van oudsher een echte Donkey Kong fan. En ik miste toch bij Donkey Kong Country Returns een beetje het zwemmen. En ja, toch wat ik miste er gewoon iets aan. En ik hoop dat ze dat eigenlijk met Donkey Kong Country Tropical Freeze wel weer helemaal dat oude gevoel terugbrengen. Nou, daar heb ik wel vertrouwen in ieder geval. Ja, ik ook. Ik ben heel erg benieuwd. En voor jou voor volgend jaar? Wat verwacht je daarvan? Nou ja, ik hoop eindelijk een leuke Wii U game te kunnen gaan spelen. Ja, want jij hebt sinds Nintendo Land geloof ik helemaal geen game meer gekocht? Nee, eigenlijk niks. Dus nee. Ik heb er wel zin in. Ik verheug me inderdaad ook eigenlijk op Smash Bros. Ik wil ook de Wii U versie gaan kopen. Dus ja, dat sowieso, Mario Kart sowieso. Dus ja, en ik hoop ook wel op een Zelda. Ja, nou, genoeg om naar uit te kijken in ieder geval. Ik heb in ieder geval goede hoop dat er iets gaat komen, ja. En Benjamin, als je kijkt naar 2014, wat zou nou voor jou het ultieme doel zijn om nog te gaan filmen? Waar zou jij nou echt zelf van, nou, als we daarna nog op kunnen filmen, of als we daar nog een evenementje mee kunnen pakken, wat zou dat dan zijn? Dat vind ik wel een hele moeilijke vraag, omdat we toch ook wel veel gedaan hebben het afgelopen jaar. De planning is om sowieso binnen de E3 te gaan, komend jaar, dus bij deze. Verder... Ja, dat vind ik lastig. Plekken waar ik echt zo... Nou ja, ik wacht gewoon wat komen gaat. Waar Nintendo ons uitnodigt. Of er nog leuke pers-events gepland zijn en zo. Dat moet je natuurlijk altijd maar afwachten. Maar verder, ja, qua onze eigen ontwikkeling vind ik dat het nog wel ruimte voor verbetering is. Bijvoorbeeld een goed sterk intro qua filmpje en afsluiting. Dat is wel iets waar ik hoop in 2014 waar te kunnen laten maken. Dat staat ook al een tijdje op de planning. Ja, dat komt steeds. Dat zit steeds ertussen volgens Dion. Ik weet ook niet wat dat is. Maar... Ja, ik weet het ook niet. Ik wacht er nog steeds op. En voor jou, waar zou jij nou geweldig vinden om nog te filmen? Nou, dat is eentje waar de vorige hoofdredacteur eigenlijk ook een droom had. En dat is wel zo ooit een interview met Miyamoto. Als ze dat echt nog zouden kunnen waarmaken, dat zou wel heel tof zijn. Tot zover ons allerlaatste video-item van 2013. Voor ons was het in ieder geval een heel goed jaar. En bij deze wensen wij jullie van de gehele N1-redactie alvast een gelukkig 2014. Dit was het alweer. Bedankt voor het kijken. En tot volgend jaar!